Dan zie ik daar nog een raar mannetje aan de telefoon. Kijk maar eens even daar. Hij zit aan de telefoon op dit moment. En dit is een beetje, als ik het goed zeg, de geestelijke vader van Mysteryland. Sander groet natuurlijk. Hij zit nu druk aan de telefoon, maar als hij zo meteen klaar is, gaan we eens even kijken of we even met hem kunnen praten. Hé hey Sander, hoe is hij? Ja. Ik zei net, dit is een beetje jouw baby, of niet, Mysteryland? Ja, ik ben begonnen natuurlijk in 93 ermee. Na veel rondzwervingen. Eerst zouden we het op een eiland houden en toen belanden we uiteindelijk in Lelystad. En ja, dit is de eerste keer indoor. Dus het is mijn kindje. Het is echt je kindje. En hoe kwam je op het idee om verschillende soorten house bij elkaar te gooien? Ja, dat bestond natuurlijk al. Je had in Sport Alle Zuid al feesten met drie verschillende stijlen. Alleen buiten heb je natuurlijk onbeperkte mogelijkheden. Ze konden een tent erbij zetten en dan konden we gewoon alle stijlen combineren die er zijn. En dat waren dus uiteindelijk in Lelystad toen zes verschillende feesten geworden. En heb jij zelf een beetje een voorkeur muziek? Ja, hardcore. Trance, techno, vind ik ook wel leuk. Metal niet, dat is te soft. In Lelystad toen was de Ambient Forest was ook heel leuk. Dat was een borst, dat hadden we helemaal ingericht en om de 10 minuten veranderde die borst van kleur. Heel tof. En ja, misschien, zoals het er nu naar uitziet, komt Lelystad dit jaar weer. De zomereditie zal in Lelystad plaatsvinden. Dus waarschijnlijk horen we na dit evenement of dat allemaal door kan gaan. Dat zou wel heel speciaal zijn. Nou, ik hoop in ieder geval wel dat het doorgaat natuurlijk. Ik ben Eindhoven nog niet vergeten, was het topfeestje. En wat verwacht jij? Is het al bijna uitverkocht of? Ja, zoals het er nu naar uitziet, we hebben maandag dan de laatste keer de voorverkoop gebeld. Toen waren er nog een kaart of 700, dus ik verwacht dat we nu praktisch uitverkocht zijn. Dus morgen gaan we weer bellen, dus even afwachten. En heb je er ooit wel eens aan gedacht om een Mysteryland on tour te beginnen? Nee, Mysteryland. Kijk, een indoor edition is al iets raars in principe. Want het zou verschillende stijlen moeten we combineren in één hal. En het nadruk ligt op hardcore, maar we beginnen met mellow, dan een stukje commercieel, dan een stukje oldstyle. En dan vanaf een uur of 11:30 is het toch wel voor de gabbers goed te doen. Maar on tour, ja, dat slaat nergens op. Ik bedoel, Mysteryland is groot, in principe buiten. Dus daar willen we het ook bij houden. Oké, Sander, bedankt. Ik ga je niet verder storen.